Donderdag trainde Joël van Nief nog gewoon mee met FC Dordrecht. Vandaag stond hij plotseling weer op het trainingsveld van FC Groningen en ontmoette hij oude bekenden. Na een FC Dordrecht verhuurder van Nief hoorde donderdagmiddag dat hij per direct weer deel uitmaakt van de selectie van FC Groningen. Ik had gisteren eerst nog een opname met de FC Rijnmond en dat duurde tot ongeveer 3:30. Half vier was ik thuis. En toen werd ik in ieder geval gebeld dat FC Groningen mij per direct terug wil hebben. En dan, wat gebeurt er dan? Ja, dan je verbaast je wel, want natuurlijk, je hebt eigenlijk hele winterstop heb je niks gehoord. En dan in één keer op de laatste dag willen ze je per direct terug hebben en dan heb je eigenlijk ook niks meer erover te zeggen. Wat was de reden waarom FC Groningen jou per direct terug wilde hebben? Het was mede door mijn vertoonde spel. En ik had de eerste helft van het seizoen gewoon echt goed gevoetbald en een goede indruk achtergelaten. En is FC Groningen niet onopgemerkt gebleven. Ja. En toen was het heel snel spullen inpakken en naar Groningen gaan? Ja, ik heb eerst nog, kennissen van mij wonen ook in Dordrecht. Daar ben ik eerst nog heen geweest, daar heb ik nog even wat gegeten. En toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik tegen een uur of 8:30 ben ik naar huis gegaan. Een speler die is verhuurd aan een andere club staat natuurlijk te trappelen om weer terug te keren bij zijn werkgever. Maar Van Nief was met FC Dordrecht op weg naar het kampioenschap van de Jupiler League. Dat moet hij nu missen. Hoe is jouw gevoel nu van hey, blij dat ik weer terug ben bij FC Groningen of ook jammer van dat ik niet het half jaar nog eens af kan maken bij Dordrecht? Natuurlijk is het wel jammer dat je niet af kan maken, want je kan er ook kampioen worden natuurlijk. En voor mijn gevoel was ik daar nog niet klaar. Maar ik ben nu wel blij dat ik weer terug ben bij FC Groningen, dat zeker wel. Dit is een mooi compliment voor mijzelf ook en een beloning van afgelopen half seizoen. Van Nief heeft ondertussen een gesprek gehad met trainer Erwin van der Looy, die hem kenbaar heeft gemaakt voor welke posities binnen het elftal van FC Groningen hij teruggehaald is. Ja, mijn rol nu, dat wordt of centrale verdediger of links op middenveld of verdedigende middenvelden. Maar we moeten maar uitwijzen wat de beste positie voor mij is. Het terughalen van Nief is mede ingegeven door het verhuren van William Ekong aan FC Dordrecht voor de rest van het seizoen en het vertrek van Timo Letschert, wiens contract met wederzijds goedvinden is ontbonden. Bij FC Dordrecht speelde Van Nief de laatste wedstrijden met succes op de teampositie, een plek waar hij bij FC Groningen in eerste instantie niet voor in aanmerking komt. Ja, tuurlijk wil ik dat wel. Kijk, voor mij is het op zich niet heel belangrijk waar ik speel, als ik maar speel. En ik wil gewoon verder doorontwikkelen en de lijn die ik had bij FC Dordrecht wil ik gewoon doorzetten. Nou, en dan zien we wel waar het eindigt eigenlijk. En ik wil gewoon minuten maken en dat is voor mij gewoon het belangrijkste. Zaterdagavond tegen AZ maakt Van Nief al deel uit van de selectie van FC Groningen. Omdat hij op de training geen hesje draagt, zal hij waarschijnlijk niet in de basis starten. Dat is ook logisch. Ik bedoel, ik ben nu net weer erbij. Eerste training weer. Dus ja, er wordt toch wel weer anders gespeeld dan dat ik eigenlijk weer gewend was. Dus nee, ik hoop op een invalbeurt morgen, maar we zullen het wel zien.